We hebben echt leuke dingen gedaan de afgelopen tijd, maar toch hebben we het gevoel dat de tijd voorbij is gevlogen en we eigenlijk niet alles eruit hebben gehaald dat erin zit. Daarom hebben wij een lijstje gemaakt met al onze summer goals en deze hebben wij vervolgens in een boekje verwerkt. Als stok achter de deur leggen we alles vast met de camera en hopelijk redden we alles nog voor het einde van de zomer. Vandaag is het tijd voor summer goal nummer 5. Hallo iedereen, het is vandaag dinsdag 22 augustus en ik ben op dit moment thuis in Utrecht. Het is vandaag een prachtige zonnige dag en ook een hele leuke dag, want vandaag is het tijd voor Summer Goals nummer 5. Summer Goals nummer 5 is een goal die ik eigenlijk al heel erg lang in vervulling wil laten gaan. Iets wat al heel lang op mijn wishlist staat en ik steeds maar blijf uitstellen. Maar vandaag is het toch echt de dag dat ik een nieuwe piercing ga laten zetten. Ik wil namelijk al heel lang een tragus piercing. Ik denk dat ik het misschien al... misschien bijna al een jaar wil. Als je mij volgt op Snapchat, dan weet je waarschijnlijk wel hoe vaak ik het heb gevraagd en het erover heb gehad. En ik heb het zelfs geprobeerd nog in mei, maar toen zat de zaak helemaal vol en toen kwam het er niet van en daarna kwam het er gewoon niet van. En nu is het alweer de laatste week van de maand augustus en maar het moet gewoon echt gebeuren vandaag. Dus ik vind het ook wel een beetje spannend. Want ik ga straks naar de stad toe. En dan ga ik eventjes langs de shop. En dan ga ik even kijken of het druk is. En of er plek is. Er is kans dat het wel gewoon lekker rustig is. Daar hoop ik in ieder geval op. Want anders moet ik het weer uitstellen. En dan weet ik niet of we deze summer goal wel gaan halen. Oh, en deze summer goal is trouwens eentje die ik wil halen. En Larissa toch uiteindelijk niet. Eigenlijk is het net een beetje als met de tattoo. Toen heb ik besloten dat ik hem uiteindelijk niet wilde doen. En Larissa wel. En met deze wil Larissa er wel heel graag bij zijn. Maar ze wil uiteindelijk niet iets laten zetten in haar eigen oor. Omdat haar oor gewoon niet zo snel heelt. Dus het leek haar niet echt een heel slim idee. Maar ze gaat wel mee om de boel te filmen. En ik ga samen met mijn beste vriendinnetje Jennifer. Die laat ook wat zetten. En voor haar is het de allereerste keer. Dus ze vindt het heel erg spannend. En daarom is het ook wel heel erg fijn dat Larissa meegaat om te filmen. Want ik denk niet dat ze het chill vindt om het te zien gebeuren. En dat ze daarna ook nog zelf moet gaan liggen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga even naar de stad toe rijden. En dan wat er daarna gebeurt, dat zien jullie zo. Hallo iedereen, ik ben inmiddels ook aangekomen en achter mij zitten Tara en Jennifer. Ik ga ze even wat vraagjes stellen. Hebben we er zin in? Vinden we het spannend? Zin. Ik weet niet of ik er zin in heb. Zin is een groot woord, maar ergens weer wel. Ja. Jullie hebben wat dingetjes ingevuld, alle gezondheidszaken waarschijnlijk. Ja. Hebben we kriebels? Ja, een beetje. Ik ga wel maar eerst. Ja. Jennifer gaat eerst. Het is ook meteen Jennifer's eerste piercing. Het is wel spannend, want er gaat wel echt een naald door je heen. Dus dat is wel eng. Ja, maar het is wel echt zo gebeurd, dus dat scheelt. Nou, ik ben erbij voor de steun en toeverlaat en support. Yes. Ja, ik hoop dat het past ook, want het is heel erg klein binnen. Het komt helemaal goed. Ja. Omdat het in de piercing shop een klein beetje rumoerig was, kon je ons eigenlijk helemaal niet goed meer verstaan. Dus vandaar dat ik nu eventjes een voice-over eroverheen heb gezet. Jennifer nam als eerste plaats op de stoel voor haar piercing en maak je geen zorgen, we zullen het niet filmen van al te dichtbij. Want ten eerste, dan gaan jullie misschien wel oud en jullie vinden het misschien ook helemaal niet prettig om te zien. En ten tweede, omdat de piercing shop liever niet wilde dat we het van dichtbij zouden filmen. Het schijnt namelijk zo te zijn dat jonge jongens en meiden het piercen zelf thuis na willen doen, na het zien van zulke video's, want ze zien het dan als een kleine instructievideo en dat is gewoon niet oké. Echt. Don't try this at home. Als je een piercing wil, laat het altijd door een professionele piercer piercen. We vinden het verantwoordelijk en respectvol tegenover Magic Piercing om het daarom niet al te duidelijk te laten zien, maar wel te filmen vanaf afstand. Jennifer ging voor een helix piercing en ze wist eigenlijk niet wat ze kon verwachten van de pijn, omdat het de allereerste keer was. En voor ze het wist, zat de piercing er alweer in en moest ze eigenlijk heel erg hard lachen, omdat ze besefte dat het voorbij was. En ze riep nog iets als, is dit het nou? Ondertussen werd ik wel een beetje zenuwachtig en probeerde ik mij vooral te focussen op mijn ademhaling. De tragus piercing wordt gezet op een wat dikker stukje kraakbeen en ik was een beetje bang dat deze dus ook iets pijnlijker zou zijn dan mijn helix. Als eerste wordt er een klemmertje op mijn oor gezet en deze voelde ik wel een beetje. En daarna ging er ook nog eens een naald doorheen. Nou, ik voelde hem wel hoor. Ik geef geen kick, maar ik voelde hem echt wel zeker. En mijn ervaring is dan ook dat het tragus iets pijnlijker is dan de helix, maar andere mensen ervaren dat geloof ik andersom. Hoe dan ook, het voelt gewoon als een lange steek en kort daarna is het helemaal voorbij.
Daar zit hij. Het is wel nice daar. Ja, heel cool. Hij zit mooi hoor. Hij zit zeg maar dieper dan ik dacht. Ja, hij is mooi. Ja? Ja. Nou, mooi. Ja, deed het voor. Kom. Daar is jij ook. Ook al. Ja. Oh, hij is gezet, dus de summer goal en piercing. Hebben we. Kunnen we afvinken? We wilden dit ook al echt heel lang. Heel hè? Lang. Al een jaar lopen we ermee. Ja, elke keer ging het niet, dan kwam het er niet van. Of dan was het dus zo druk daar. En dan kwamen we ook best wel last minute aan. En dan moesten we nog een uur wachten. We konden niet meer. Dus ik ben heel erg blij dat we het hebben gedaan. We moesten alsnog, ik denk wel een uurtje wachten, of niet? Zoiets. Een uurtje gewacht. Ja, denk dus het is wel. Altijd heel erg druk. Ja. Maar het ging. Ja, dus we hebben hem. Nou, gaan we nu bedenken waar we hem de volgende keer willen. Ja. Ik ga nu naar een verjaardag toe en ik ben heel erg benieuwd wat mijn ouders ervan vinden. Dus vandaar dat ik dit stukje even film, want ze weten het nog niet. Het sfeer van mijn piercing. Ja, maar ik hoop niet dat ik ga het steken. Maar vind je hem mooi? Ik vind hem oké. Okay. Zie je? Dus ik ben een beetje beschoten. Kijk, pijn hè? Nou, we zijn momenteel op de verjaardag van onze tante Kiki. En je kent haar misschien nog wel van de video over de Cronuts die we met haar hebben opgenomen. Ja, dus ze is jarig geweest. Waarschijnlijk als je de video ziet. Vergeet haar niet nog eventjes te feliciteren in de comments. En ze heeft trouwens ook een hele nieuwe puppy. En die is super schattig en fluffy. En super fluffy. En lief. Wat is dit? Oh. Aan het kwebbelen. Een nieuw plasje doen. Ja, eventjes in het gras hè. Hij lijkt zo lief, hè? Aww. Wij zijn heel erg benieuwd of jullie ook een beetje geïnspireerd zijn geraakt door deze serie. En dat jullie zelf nog een doel op jullie summer goals lijstje hadden gezet. En die ook hebben waargemaakt. We hadden al een paar comments gelezen op onze blog en ook op YouTube. Dat er al een paar mensen dat wel hadden gedaan. Dus dat was echt super leuk om te horen. Maar als je het nog wil laten weten, laat het dan even weten in de comments. Ja, we hopen dat jullie een hele fijne zomervakantie hebben gehad. Laat eens even weten wat je hebt gedaan. Of je op vakantie bent geweest. Of je ook iets tofs hebt gedaan. Laat het even weten in de comments. En dan willen we je heel erg bedanken voor het kijken naar deze Summer Goals. We hopen dat jullie het leuk vonden. En dan zien we jullie heel snel weer terug in de volgende video. Doei! Doei.